Toen Ronald Koeman nog trainer was van Feyenoord, zei hij ooit in een interview eens... ...het is moeilijk winkelen met een lege clubkas. En daarmee sloeg hij eigenlijk direct de spijker op zijn, uh, op zijn kop... ...en was er een link gelegd tussen Ronald Koeman en online marketing. Want wat je vaak binnen online marketing ziet, is dat mensen allerlei tools inzetten die gratis zijn. Denk aan werken met de sociale media, denk aan content marketing, denk aan e-mail, noem het allemaal op... Maar online marketing is ook wel een tak van sport waarbij je toch budget nodig hebt. Het blijft aan het eind van de dag toch een beetje een kip-ei verhaal. Op het moment dat je niet investeert in de promotie van je producten en in de marketing van je producten, wordt het moeilijk om binnen een bepaalde tijd een groot bereik te realiseren en om bepaalde ambitieuze doelstellingen te halen. Natuurlijk kun je een heel eind komen. Zo is Ronald Koeman twee keer derde, één keer tweede geworden geloof ik met die lege clubkas. Maar ja, geen kampioen en dat blijft toch altijd een beetje een zeer punt daar in Rotterdam.